Ja, Jaap, voorbereiding nu afgesloten. Wat overheerst er bij jou als je alles de resume laat passeren? Wel een aantal dingen. Wat overheerst is wel, en dat heb ik net ook al bij de jongens aangegeven, dat we dus in de manier van spelen bij vlagen en bij een groot gedeelte van de wedstrijd het wel heel goed invullen. En toch ook een tegenstander het heel moeilijk maken, en waardoor we ook zelf mogelijkheden creëren genoeg om een doelpunt te kunnen maken. Alleen het maken van het doelpunt ontbreekt er dan nog net aan. En dat is mede door misschien net even dat laatste balletje voor onszelf. Of dat er een verdediger of een keeper tussen zit. Dus het overheerst in de manier van spelen in een zeer positieve zin. Aan de andere kant is het ook zo dat we af en toe ook wel vrij naïef zijn in de manier van spelen. Dat we af en toe wat adequater moeten gaan handelen in de duels. Ja, en dat we dus te makkelijk eigenlijk wat dat betreft doelpunten tegenkrijgen. Kijk maar naar het eerste doelpunt, wat dus te voorkomen is. En soms, ja, we willen graag voetballen van achteruit, maar soms moet je ook geen risico nemen. En dan moet je wat eerder kiezen voor de bal naar voren in de ruimte van de rug. Ja, in de ruimte in de rug van de tegenstander. En uiteindelijk een rebound van een vrije trap ook. Dat je dus daar scherp op bent om dat te verdedigen. Ja, dat gaat dus op dit moment vandaag niet. En dat is dan heel jammer, want dan kom je dus op een dusdanige manier op achterstand, wat dus heel spijtig is. Wat eigenlijk te voorkomen weer is. Nou, uiteindelijk krijgen we de eerste helft ook een paar goede gelegenheden. Komen er bij Vlaanderen goed uit en kansen en maken we er één. En moeten we eigenlijk meer doelpunten maken. Wat is heel jammer. Dus ja, overheerst wel een positief gevoel als je kijkt naar een wedstrijd. Uiteindelijk gaat het ook om resultaten, dat weten we allemaal. En daar zijn we hard mee bezig om die volgende week te krijgen. Wat ga je doen om om Feyenoord defensief beter voor de dag te laten komen? Dat is niet alleen vanmiddag, het is eigenlijk in heel de voorbereiding, de wijze waarop de tegengoals vallen, dat baart zorgen. Ja, dat baart zorgen. En daar zijn wij continu mee bezig. Dat laten we zien aan spelers. Dat evalueren we, dat analyseren we. En uiteindelijk hopen we dat de spelers dat zo goed mogelijk kunnen gaan invullen. Vandaag vallen Larsson en Van Beek met blessures uit. Kun je zeggen hoe het met ze is? Nou, beide hebben last natuurlijk, want anders gaan ze er ook niet uit. En Sven met zijn enkel en Larsson met Sam met zijn rug, een knietje in zijn rug. En uiteindelijk gaan we dan morgen kijken hoe het eruit ziet. Oh, iets te zeggen over volgende week met hun? Of nee, dat durf ik nou nog geen uitspraak op. Verwacht je eigenlijk voor volgende week, voor de competitie start, dat er nog iets bij is? Hoe concreet zijn jullie met eventuele versterkingen? Nou, hoe concreet we zijn, dat durf ik jou ook niet aan te geven. Dat kan ik ook niet aangeven. Maar ik hoop wel dat er wel wat bij gaat komen deze week. Ja, ja, vooral in de spits en defensief lijkt me. Nou ja, die vraag kun je aan mij stellen. Kijk, wij zijn bezig met Sjaak en ik en de rest van de club ook om iets binnen de club te brengen, een aantal spelers. Ja, de vraag is altijd van is dat dan mogelijk? Nou ja, zij zijn daar druk mee bezig en voor iedereen en ook voor mij is het dan afwachten of het gaat lukken. Eén ding nog, Renato Tapia meldt zich morgen weer na zijn vakantie hier. Ja. Wij hebben Sjaak Troost natuurlijk gesproken, die was heel duidelijk over de situatie Tapia. Hoe sta jij erin? Nou, die vraag heb ik volgens mij vorige week ook al beantwoord, dus maar ik wil het nog een keer antwoorden. Uiteindelijk heb ik gezegd dat de club had een stelling ingenomen. Ik kan elke speler gebruiken binnen de selectie. Dat zien jullie vandaag ook weer, denk ik. Dus wat dat betreft komt Renato, en dat hebben we al, wat is het, 6 weken aan het begin van de voorbereiding hebben we dat al afgesproken toen Renato speelde. En met het nationale team, als hij terug zou komen, dat hij dan gewoon een week ligt aan natuurlijk hoe ver hij zou komen. Maar hij is heel ver gekomen, hij heeft het goed gedaan, dat hij uiteindelijk gaat aansluiten hier weer bij de club. En de wijze hoe Sjaak Troost erin staat, want dat was best stevig. Daar heb jij dan, kort door de bocht gezegd, niks mee van doen. Nee, nou, kijk uiteindelijk is Sjaak heeft dat gezegd in de pers. En jullie pakken dat op en dan komt de vraag bij mij. Dat is logisch. En dan krijg je een 1-2'tje in de pers van hoe of wat. En de trainer en de technische directeur. En dat heel spelletje begint zijn eigen leven te leiden. Mensen gaan dingen roepen en tweeten en noem het allemaal maar op. Ja, dat is allemaal heel voorspelbaar wat er gebeurt. Maar uiteindelijk heb ik alle spelers nodig en gaan we kijken naar volgende week wie er in de basis gaan beginnen.